Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de... Oké, ja genoeg. Road to Life Double Moab hier natuurlijk op Modern Warfare 3. In deze serie moet ik natuurlijk proberen om een dubbel Moab te halen in één domination potje. Dit is een van de moeilijkste series die ik heb lopen op mijn kanaal. We gaan natuurlijk tot en met aflevering 50. Als ik dat nog niet heb gehaald, dan is het pech gehad. Dan is het game over, dan ben ik gewoon een noob en dan kan ik gewoon de serie niet voltooien. Dus we hebben nog een paar pogingen om natuurlijk af te werken. Vind je deze serie al leuk, mensen? Rammen natuurlijk zoals je kaart op de likes op, dat helpt mij enorm. En ja, dat zou ik super, super awesome vinden natuurlijk als we weer de 1000 likes kunnen halen. Maar ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik ben fucking hyper, dus dan kunnen we ook veel beter knallen op tijd. En niet als de mensen in mijn richt moeten spannen. Dus dit moet goed komen, man. Gewoon twee mobs, dat is niks. Wat zijn nou moeilijk aan twee mobs halen in de potje, joh? Helemaal niks. Wat is er moeilijk aan? Iedereen kan dat. Elke noob kan dat. Iedereen kan dat. Wow, yo, gek, daar ging ik bijna dood. Zitten er twee daaronder, nu nog één. Oké, thanks, die zijn allemaal dood. Ja, een mob, voor de mensen die het niet weten, is een 24 killstreak zonder dood te gaan. Dat houdt in dat je gewoon 24 kills moet maken in één leven. En als je doodgaat, dan is je streak gewoon weg. Zoals ik nu waarschijnlijk dus ga. Oh, niet nog een RPG schieten. Wacht, want er komt er nog een aan, sowieso. Wow, yo. Er zit er nog een daar op die trap. Holy fuck, hij ging nog bijna dood ook. Zo, de knetter. Dat is een hele vieze spot daar, wat ik nu gebruikte. Maar, weet je, soms moet je even vies doen. En dit was een van mijn vieze momenten. Sorry, enemy. Er blijven hier heel veel campen. Even campen. Oké, fuck, dat is een sniper. Doei de ballen. Doei de snipertje. De ballen. We moeten natuurlijk heel snel de eerste mob kunnen halen. Want, ja, zo'n potje duurt maar 10 minuten. En je moet er 2 halen in 10 minuten. Niet 1, 2. Dat maakt natuurlijk alles nog wel wat moeilijker. 1 mob halen is al redelijk moeilijk. En 2 helemaal. Maar, we gaan dit doen. Ik heb mijn concentratie, jongen. Holy shit. Het is ook al een lange tijd geleden dat ik gewoon concentratie heb gevoeld. Terwijl ik speel. Dan weet je dat je lekker bezig bent, jongen. Als je weet dat je... Oh, kut. Oh, kak. Kut. Hé, hey, moment, jongens. Wat is niet goed waar ik nu in zit? Ze spannen namelijk... Oh, kak. Dit is echt een kut situatie, want dat wou ik dus zeggen. UAV online. UAV spotted. Ten eerste weet ze waar ik zit. En ten tweede weet ik niet waar de enemies zitten. Dus in een kuttere situatie dan dit kan ik niet zitten. Dit is echt een kut situatie, jongens. What the fuck? Kak, man! Wat voor strieken aan. Kutzooi, ik moest gewoon. Ik had gewoon weg moeten rennen. Ik had dat door dat ik in een kut situatie zat. Want alle enemies kwamen naar. Alle enemies kwamen naar me toe omdat ze wisten dat ik daar zat en omdat ze wisten dat ik op een streak zat. En dan willen ze je 100% zeker killen. En ja, dat is nog gelukt ook, helaas. Hij zit daar te headglitchen. Sorry, maat, maar die spot ken ik uit mijn hoofd. Oké, die spot ken ik niet uit mijn hoofd, maar ik heb je gelukkig wel. Wow, yo, gek. Ik ga weer nu weer terug naar dezelfde plek. Puur omdat ik weet dat de enemies hier ook allemaal naartoe komen. En puur omdat ik weet dat ik natuurlijk 2 keer een 24 streak moet halen. En de eerste die hebben we nu al verneukt. Dus dat is natuurlijk niet helemaal... Oké, final stand. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Jammer, jongen, deze keer niet. Dat is echt een kutspot als ze daar gestaan, want je ziet ze bijna niet namelijk. Bijna, vriend, bijna. Wat ze nu doen is, ze willen gewoon de B-vlag verdedigen. Dat is ook de reden waarom ze allemaal aan die linkerkant lopen. Alleen, ik wil graag die B-vlag pakken, als ik heel eerlijk mag zeggen. Alleen, dat gaat me niet alleen lukken. Daar heb ik 100% zeker mijn teammates voor nodig. Fucking final stand, jongen. Ga nou heen, joh. Oké, YOLO, fuck it. Het gaat waarschijnlijk mijn dood opleveren, maar fuck it.
Steun. Ik kan nog zien. Gelukkig. Weet je wat, we gaan deze kant op. Puur omdat ik weet dat er hierheen loopt. En... fucking hell, hé. Puur omdat ik weet dat ze hier zo meteen naartoe zullen lopen. Dus ik blijf hier heel veel staan. Het zit allemaal bij B nog steeds. Ik wacht hier 10 seconden. Want dat is alle tijd die ik heb namelijk. Anders moet ik door. Kut. Nee, mijn tijd begint. Ik moet lopen. Ik moet gaan lopen. Er komt nu een smoke aan. Dat is niet handig. Ik weet niet wie die gooide. Maar volgens mij was mijn teammate. Oh, teammate. Kijk nou uit, man. Ja, dat wou ik net zeggen. Kijk nou uit, man. Wauw. Die smoke was zo dom van die vent. Ik wil nu doorrennen, maar... als ik terugloop, dan kom ik weer in de penari te zitten bij die... bij die B-vlag. Als ik hier blijf staan, kom ik ook in de penari te zitten. Omdat de enemies dan precies weten dat ik hier sta te campen. Want ik ben nu namelijk kaart aan het campen. Dus wat ik nu nodig heb is... ja, fuck it, fuck it. Smoke, blijf. Ik hoor hem lopen, jongen. Wow, yo, ik hoor hem lopen, die vent. Ik weet nu niet meer waar ze zijn, jongens. Dit is echt een gok wat ik nu neem, want ik weet echt niet waar ze zitten nu. Final stand. Fucking final stand. Echt waar. Ik haat jou, vriend, want nu ben ik weer dood. Die fucking final stand. Oh, wat een dildo. Ik zat weer op een hoge streak. Geen grap. Er zijn al 2 streaks die er nu zijn verneukt gewoon, jongen. Kak, man. Die voor je, final stand, lul. Ik heb Assassin Pro, dus dat houdt in als ik Assassin haal, dan heb ik geen last meer van die EMP. Dus vandaar. Ik had deze gozer die ik hier tegenkwam, had ik moeten knife, maar ik werd afgeleid door die Final Stand vent. Jammer maar helaas, ik kan er niks aan veranderen nu. We zijn 0 dood gegaan. Top gelet, teammate. Wajo. Komt er links heen. Wajo, die is kaart geraakt. Help me. Ik ben echt een retard. Ik ga gewoon die B-vlag pakken, maar oké. Okay. Fuck it, ik heb hem. Doe je de ballen. Yo, later. Anders is het potje namelijk te snel afgelopen. Dan kan ik helemaal geen dubbel halen. Dus dat is de reden waarom ik die B-vlag even pakte. Want anders gaat het potje natuurlijk te snel voorbij. Vandaar. Nee, nu hebben we C weer verloren. Dus nu heeft het helemaal niks uitgemaakt wat ik net heb gedaan. Dus thanks teammates voor de hulp, manieus. Ik weet niet waar ze zitten. Kut. Nu ben ik ze helemaal kwijt, die enemies. Ik heb nu 0%. Een benul van waar de enemies zitten. Nice teammate. Goede kill, jongen. Ik heb die andere voor je. Oké, kut. Er zit een enemy naast me. Nu niet meer. Er zit er nog één naast me. Is die naar de B-vlag gegaan? Of C-vlag, sorry. Hij is al dood. 0% fucking map-indeling nu. We hebben nu 3 vlaggen. En ik heb echt geen idee waar de enemies zitten. Dit is heel kut nu. We last B en we last A. Oké, top. Maar niet eens. Ik wil sowieso nog eenmaal ophalen, hoor. Ja, er komt er een aan. Waarschijnlijk die shotgun, man. Oh nee, nog ineens. Oh, hij weet dat er in zit! Stel bommen naar binnen. Dankjewel. Ja, ik was al weg daar, jongens. Zo lang blijf ik nou ook weer niet campen, helaas, voor jou. Niet schieten. Oké, okay, de ballen, want ze gaan nu met de raket op me schieten. Komt er iedereen, teammate, bij jou. Zit er daar nog een? Er zit er serieus. Fucking retard, jongen. Ik had... ik heb 65 kills. Ik heb 3 keer de mob gechoked. 3 keer. Sorry, ik ken die spot in mijn hoofd. 3 keer een mob gechoked. Oh, wat een onzin. Het was zo'n lekker potje, jongen. Ik zweer het je. Kak. Kakzooi. 67 om 5. We hebben 3 keer een heerlijke streak neergezet. Alleen 3 keer de mob niet gehaald. Dit had de dubbel mob kunnen zijn. Ik zweer het je maar. We hebben het verneukt.
Maar wel een lekker potje, dat wel. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk hier beneden kaart op de like, dat helpt mij enorm. We hebben nog een paar kansen, jongen. We gaan natuurlijk tot de 50 aflevering met deze serie. Anders heeft Call of Duty gewoon van me gewonnen, maar... Het was een heerlijk potje, alleen niet heerlijk genoeg. We hebben echt 3 keer bijna die mol opgedropt. Ik weet niet wat voor streaks we hadden. Misschien weten jullie het. Misschien kunnen jullie het in de comments voor me achterlaten. Maar we beginnen in ieder geval 3 keer lekker. Ik hou het daarop. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk hier beneden kaart op de like op. En dan zeg ik, tot de volgende keer maar weer, mensen. Hey, bye bye.